vandaag zijn de drie wijzen Jacques Vermeire, Gertie Christoffels en Walter Grootaars. En de gastheer, dat is Koert Van Egem. Goedenavond, dames en heren, hier vanuit het ontmoetingscentrum De Buiting in Paal. En u kijkers thuis, hartelijk welkom bij onze drie wijzen. En kijkers, het is ons gekende panel, Jacques, Gertie en Walter. We hebben natuurlijk ook twee kandidaten. We beginnen met Anne de Volder. Anne de Volder heeft veel fans. Zij is een boekhoudster uit Werchter, ja, vlakbij Torhout dus. Zij gaat trouwen in september. Ja. Ja, voilà. En uw verloofde zit in de zaal? Ja, hij zit. En u houdt van paardrijden, films en supporteren voor de voetbalclub waarin uw verloofde speelt. Ja, Oud-Heverlee. Oud-Heverlee. Is hij al zo oud? Van mij, hè? Nee. Ja. En u gaat in september trouwen en het eerste kindje is voor oktober? Nee, dat denk ik nog niet. Nee. Nee, goed. Anne, we spelen voor 100.000 frank en we spelen tegen Maria Mondelaars. Maria Mondelaars. Een poetsvrouw uit Tessenderlo, dat is hier vlakbij. Je hebt één zoon, je houdt van lezen, breien en comediespelen. Yep. Wat doe je dan allemaal, comediespelen? Wat zotte knoot hangen ze een beetje. En dat lukt? Ja. Van tijd, zegt ze. Oké. Maria Mondelaars, Anne de Volder, we gaan spelen en we gaan eerst kijken naar Schampers. Net zoals Nero zijn geliefkoosde Rome in vuur en vlam stak om zijn grootheidswaanzin te bevredigen, zo ook heeft deze man zijn huis, zijn woning totaal verminkt om er iets van te proberen maken. Dit was vroeger een gezellig, een charmant theatertje dat hij nu probeert een metamorfose te doen ondergaan om er een eenmanstheatertje van te maken met hem als enige acteur en waarschijnlijk ook met als enige toeschouwer. We gaan nu proberen even te praten met... Die komt hier toevallig aan, de buurvrouw. Mevrouw, ik heb mij laten vertellen dat u eigenlijk dit pand had willen kopen en hij heeft dat voor uw neus weggesnoept. Ja, dat is gebeurd. Ik had er daar een atelier van gemaakt, eventueel een kunstgalerij. Ik zag het zo'n beetje als mijn levensdroom. Ja, en dat is niet gelukt? Dat is me niet gelukt. Die verhouding nu ten opzichte van je buurman, koester je nu haatgevoelens ten opzichte van hem omdat hij dat gedaan heeft? Of... Niet echt haatgevoelens, we zijn in ons tussen vrienden geworden. Toch. En het is een levenswerk, ik bedoel, het is een ruïne hier. Ik zie het toch niet zitten voor mezelf. Nee. Denkt u dat hij het zal kunnen redden? Want... Ja, je ziet al eens een beetje beginnen puin te ruimen. Ja, maar, dat is behoorlijk wat, ja. Hij is toch een paar jaar zoeter mee, hoor. Ja. Oké, goed. Iedere Belg is met een baksteen in zijn maag geboren, maar deze Belg maakt er toch wel een potje van. Dit was Schampers voor TV1, De Drie Wijzen. Schampers met alweer een indringende reportage over burenruzies. Toch ook goed dat dit aspect is aan bod komt, van burenruzies liggen vaak aan de basis van oorlogen. Ik zeg maar wat. Jacques, waarover gaat het hier? Ja, deze vrouw kan moeilijk haar Oostends accent verbergen. Zij heeft het hier over de woning van Julien Schoenaerts. Julien Schoenaerts. Gertie Christoffels. Ik ken haar. Ja, tuurlijk. Ik ken de vrouw die de uitleg gaf. Ah, dat is Lief uit Leut. Hier niet zo heel ver vandaan. Nee, echt waar. Maasmechelen. Ik ken ook haar overbuur. Ze heeft mij trouwens over die opname verteld. Ik weet dus wie haar overbuur is. Het is Felice Damiano die in die puinhoop daar woont. Tot zover Gertie uit Geut. Walter. Het is duidelijk iemand met een Limburgs accent en het gaat hier over, Jos Gijzen, die op zijn oude dag nog een theatertje bij hem thuis wil hebben. Julien Schoenaerts volgens Jacques Vermeire en dan hebben we Felice Damiano volgens Gertie Christoffels en Walter zegt Jos Gijzen, Maria en Anne. Wat doen we eraan? En daar gebeurt het, Felice. Maria, ja. Jullie lijkt zo zeker?
Ja, ik denk dat hij graag werkt. Zo dus. Ik denk dat hij graag werkt. Oh, dat is het eerste dat we ervan horen. Dan ken ik dat ook aan. Ja, ik denk dat ook, ja. Jij denkt dat ook, ja. Hij laat graag werken misschien, dat zou wel eens kunnen. Enfin, we gaan het in elk geval vragen aan Schampers over wie het gaat. Lief van Inbeek, wij staan hier momenteel in jouw schildersatelier. Zo zou het bij hem misschien ook kunnen worden. Met het juiste advies en wat hulp van buitenaf, ja zeker. Ondertussen komt daar iemand in. Zeg, maar door. Meneer Schampers, kom eens daar. Philippe, je komt nog eens wel regelmatig over de vloer ook. Ja, Mulke, ik dwijl hier af en toe. Duizend. De eerste franken zijn binnen, hè Maria? Anne? Wat is voor 2000 frank een miek met een lange i? Jacques. Een miek is een afkorting. We kennen laboratorium. wij kennen de UNIF, de universiteit. Wij kennen de vak, de faculteit. Een dep, een debiel. Woeien. Wereldoorlog 1. Dus men werkt enorm veel met afkortingen. Dat is afkomens. Nu is Miek. Je hebt Miek en Roel. En Roel is de afkorting van roulement. En Miek van microscoop. Dus microscoop en roulement is bijvoorbeeld Miek en Roel. Dus het is een afkorting. Een afkorting, zegt Jacques Gertie. Miek. Miek. Ja, je zegt zo heel duidelijk erbij met lange i. Ja, want ik ken het woord eigenlijk ook uit mijn dialect, maar wij zeggen eigenlijk mik met een korte i. Ja, ook. maar het is dus, het is een soort brood. Het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een kramiek, maar zonder kra ervoor. En met heel veel rozijnen in. Dat is een mik. Die Gertie toch, als het over gâteaus gaat en over kramieken, dan weet ze er alles van. Walter. Het gaat hier over... Of gaat terug naar de Egyptische stad Mykerinos. En tot ver in de middeleeuwen was die stad bekend om zijn stof die daar geweven werd. Een soort batistenstof. Die een heel fijne structuur had en een diep paarse kleur. Die was zo goed, die stof, dat die ook heel duur was. En alleen te betalen door zeer rijke mensen. En dat Mykerinos, dat Mykerinische, is afgekort naar Myker en Myk. Het is gewoon Mykstof eigenlijk. Het is een stof die men aanduidt. Ja, als Walter eens iets intelligent zegt, dan komt het toch aan, moet ik zeggen. Een microscoop, zegt Jacques. Dat is het volgens hem. Een keramiek met veel rozijnen, volgens Gertie. En Walter zegt, het is stof. En men zal tot stof wederkeren. Anne, Maria. Een keramiek met rozijnen, ik hoop het. Zegt Maria. Ja. Anne, stof. Ja. Nooit gezien, miek, stof. Wat is een miek? Een microscoop, er wordt niet gescoord. Oh, wat erg. Oh. Goed, Maria. Niet getreurd. Wij gaan kijken naar een vrij kort programmaatje. Het heet 30 seconden en het gaat over eten. Bon, voilà, kijk eens. We gaan bij u vandaag iets heel moois maken, hè? In 30 seconden. Er zijn mensen die daar 1000 seconden over doen, maar wij doen dat in 30 seconden. Wij gaan voor u maken, hè? Een formidabele groenteschotel met groentesaus. En dan lieflijk in smaakarchitectuur gebracht met groenten. En we gaan dat voor u prepareren, want ik zie wat we hier hebben. Voilà, eerst alles. Kijk, we pakken dat gewoon vast. En we doen dat open. Zo simpel is dat. We zijn begonnen. De tijd loopt. Pom. Voilà, voilà. Voilà. En dan doen we dat hierin. Voilà, dat valt eraf. Hier ze. Schoon. De groente met de groentesaus, dat is al klaar, hè. Voilà. We kunnen met de salade bezig houden misschien, Filletje. Kom aan. Doe ook eens iets, jongen. Tam. Schoon gedresseerd, hè. Dat blik, dat laat je daarbij als een assortiment van, hè. Allee, is dat decoratief is in feite. Maar je mannetje, doe dat een keer niet zo flauw. Pak daar gewoon een aantal bladen salades, hè. En je dreigt dat daar lieflijk bij. Voilà. En dat gerecht is mooi, klaar, zie je? Heel schoon. Wat vind je ervan, hè? Oh, ja. Wou niet overdrijven, hè? Kom maar. Hè? Hoeveel seconden hebben we nog, Filletje? Kom. Cicciolina. Ja, zeg het maar, jongen. 15. Ja, dat zijn niet van hier, die jongen, die weet dat niet zo goed. Kijk, hè? We gaan er iets bij drinken. Hè? We gaan 15 seconden iets bij drinken. Je kunt natuurlijk kurkentrekkers gebruiken, dat is een oude tijd. Voilà. We doen dat gewoon los, zo, met de hand open. Je hebt godverdorie 5 vingers aan uw hand, je hebt 2 handen, dat doet je toch mee. Hè? Waarom zouden wij al dat materiaal gebruiken? Stel maar. Voilà, en dat is open.
Eerst, hè, er is nog wijn in van de vorige glas. Maar dat geeft een prachtige smaak, architectuur, als je dat gewoon samen doet. Hè. Voilà, kijk ze. Goed, u ziet dit. Heb dat mogen meemaken. Hè. Kijk eens, voilà. Ik heb nog een vraagje. Hè. We gaan geen flammekul verkopen, maar we gaan gewoon een vraagje stellen. Wat is mammoetsoep? Hè? Voilà, kijk. Ja, de vraag is gesteld. Ik hoef het niet te herhalen en toch doe ik het. Wat is mammoetsoep, Sjaak? Wij hebben het woord mammoetsoep en we hebben het woord pamoeteten. Wat is nu het verband tussen deze twee woorden? Dat is, mam moet soep maken, want pa moet eten. Hè? Maar dat zal het wel niet zijn. De mammoetsoep gaan we terug naar de ijsvaarders destijds. Die gingen gaan varen. Met een boot. En ik spreek over vroeger, en daar kon het geweldig misten. Daar kon het geweldig misten. En omdat het, de mammoet 10.000 jaar geleden was geweldig groot. Dus de mammoetsoep komt van de zeer dikke mist die men destijds... Dus de vissers kwamen terug en ze zeiden het is mammoetsoep geweest. Het is geweldige dikke mist geweest. Mammoetsoep dus, mist, ja. Gertie, wat is mammoetsoep? Nee, laat me je geruststellen. Het heeft niks met soep te maken en het heeft nog minder met een mammoet te maken. Het is de verbastering van de Schotse benaming. En laat me nu even, want het is een hele uitleg. Van de niks! van de Schotse benaming mam at soap. Even verklaren. Mam, ander woord... Ander woord. Niks. Hij zegt gezegd. Ik toch niet. De mic is nog niet aan. Madam, ma'am. Madam, mevrouw dus. Vrouw. Hoe ver zijn we en mee? Vrouwen, het... sorry, was een figuur, een lege... Dat is wel beleefd, hoor. Vrouwen, het was een... Gertie? Verdomd interessant, gaat het weer goed. Uitermate vrouwen, vrouwen, het was een legendarische figuur vrouwen, uit... Vrouwen, het... Zwijgen! Mannen, eet. Vrouwen, eet. Mannen, eet. Mannen, eet. Vrouwen, eet. Als een legendarische figuur. Uit Schotse zagen. En dat was iemand die altijd aan het kuisen was. Nu, op een bepaald ogenblik was er een Schotse firma. Ja, ik weet het. Nee, helemaal niet. Er was een bepaald ogenblik een Schotse... Zullen we glazen ogen deden? Shut up. Dat was een Schotse firma die een nieuwe groene zeep uitvond. En als merknaam refereerden ze dus eigenlijk naar die legendarische figuur uit die Schotse sage, naar die vrouwen Ut. Dus het is groene zeep van vrouwen Ut. Walter. Mam uit soap. Ja, ja. Mammoetsoep, wat is dat? Walter. Mammoetsoep. Het woord zegt hetzelfde, dat is gewoon soep van mammoet. Maar we weten ook wel dat de mammoet al tienduizenden jaren is uitgestorven. Maar, en nu komt het verhaal, heel een tijd geleden hebben ze, en dat gebeurt nog regelmatig, dat men van die beenderen of mammoeten opgraaft. Maar wat gebeurt er ook regelmatig, of is toch al een paar keer gebeurd, dat is dat men uit het ijs nog een mammoet uithaalt. En het is gebeurd in Rusland en men heeft daar stukken vlees afgesneden, men heeft daar soep van gemaakt en men is die soep gaan opeten. En dat was de mammoetsoep. Zo simpel is het. Bij de IJslandvaarders. Oh, maar ik moet er nog wel bij vertellen, als je te veel van die soep eet, moet je altijd doen. Ik was bij Jaak met mist voor de IJslandvaarders, groene zeep van vrouwen Ut en soep van echte mammoet volgens Walter, Maria en Ann. Het leven is een strijd, maar wie wint er? Mist. Ja. Dikke soep. Soep mist. Jij denkt dat ook al. Ja. Mist. Wel, we vragen het aan een reïncarnatie, weliswaar een stuk slanker, van Herrie van Hoven. De Felicie ligt hier een beetje te slapen in die salade, maar dat is met zijn vette haar. Hè? Als je daar nog een beetje azijn bij doet, is die dressing klaar. Hè? Allee, Malleke, kom.
Goed, mammoetsoep, hè, dat is heel eenvoudig. Dat is soep met echte brok mammoet. Hè? Mammoet. Voilà. Dus er wordt niet gescoord, helaas, Marianne Anne. Het was echt, echt waar. Mammoetsoep is mammoetsoep, zoals het wordt gezegd. Wat is een egelvoet, Jaak? Egelvoet. Björn Borg had een zweetvoet. Jean-Luc Dehaene, rentevoet. Walter is ondervoet. Maar wat betekent nu de egelvoet? Wie een egelvoet heeft, heeft geen konijnenpoot. Hij heeft tegenslag. En een paard heeft een egelvoet. Dat is een huidontsteking. Het is een mokpoot, ook wel genoemd. Een mokpoot? Ja. Prachtige term. Gertie, een egelvoet. Een egelvoet is een blinde poot. Wat is een blinde poot? Het gaat hier, verstaan me goed, over, over een poot van een tafel, een tafelpoot. Ah. En wat is een blinde poot? Meestal heb je dat bij tafels die maar één poot hebben in het midden. Die poot die staat dan meestal in een onderstel om dus die tafel stabieler te laten staan. En dus een poot die in een onderstel staat, waar je dus eigenlijk het onderste gedeelte niet van kan zien, dat is een blinde poot. Ik heb hem. Ik heb hem. Walter, hopelijk. Is een egelvoet. Een egelvoet, ja. Sorry. Het is een blinde poot, ja. We kennen de egelvoet, we kennen ook de varkenshand. We kennen de paardenkop, we kennen de giraffenik, we kennen de apenneus, de olifantenoren zoals ze zeggen, de Jacques Vermeerenmond en we kennen ook het Christoffelskontje. Maar wat is nu een Walter, egel... Walter, jij nu nog altijd niet veel te doen, joh. Wat blijft hem talen, zie. Wat is nu een egelvoet? Als je een egel al eens goed bekeken hebt tegen dierenleden... Daar hebben we geen tijd voor, Walter. Zegt men, die hebben poten, paardenpoten, koeienpoten, weet ik veel. Maar een egel, die zijn pootjes, dat zijn hand, dat lijken net handjes van mensen. En tegen de voorpootjes van een egel zegt men handjes. En tegen de achterpootjes zegt men voetjes. Dat zijn egelvoetjes. Zo schattig is dat verhaal. Ja. Een mokpoot is het volgens Sjaak. Het is een blinde poot, zegt Gertie. Ze heeft het uitgelegd. Een achterpoot van een egel bij Walter. Mm-hmm. En dan Maria en Anne. Wat doen we daar? Want er moet gescoord worden. Het is nog altijd maar duizend. Jongens, wat gaat het? Een mokpoot. Hoop ik. Ach, ik kan het geloven dat je dat hoopt. Voor 4000 frank een mokpoot en een achterpoot van een egel. Echt het meest logische. Ja, een egelpoot. Oh, een egelvoet, sorry. Nou, een egelvoet. Ik weet het niet. We gaan handjes en voetjes. We gaan het vragen aan ons panel. Wat is een egelvoet? Een mokpoot, Maria! Ik ben blij dat er weer gescoord is. 5000, maar je kunt er al 5000 frank bij verdienen nu. Door te luisteren en te kijken naar ons Vlaamse lied van vandaag, Claudia Kaluwe. Kijk, ik heb zoveel vriendinnen. Ria, Christel, Anne, Martine. We zijn al zusjes voor mekaar. Op een dag kreeg Anne een vriendje. Ze vroeg aan ons, wat vind je, is dat voor jullie geen bezwaar? Maar ach, wat is de liefde fleurig? Ach, wat is de liefde fleurig? Zo eindigt voorlopig het liedje van de charmante Claudia Kaluwe. Maar het gaat verder, Jaak. Helaas. Ach, wat is de liefde fleurig? En ik zing zo treurig. Had het kunnen geweest zijn. Ze heeft ook een cd uitgebracht waar wij de bekende nummers hebben. Nummer Stop, Achteruit en Links en Vooruit. Het is uit haar cd Stop, trouwens, dat we dit nummer horen. Ze is een beetje geblondeerd. De tekst zal verder gaan. En soms heel vlug ook treurig. Gelukkig stonden we voor haar klaar. Ah, wat is de liefde fleurig, Gertie? Ja. Ja, het gaat dus verder, ja. Toch wel. Zij zingt dan ook van... Maar ach, wat is de liefde fleurig, zo bloemenfris en geurig, maar helaas ook zo vluchtig. Ja, dat is natuurlijk wel een basis van waarheid. Waarheid, ja. Walter. Zij zingt verder, spijtig genoeg. Maar ach, wat is de liefde fleurig, zeggen mensen toch zo vaak. Maar oei, soms is het treurig als je smoel hebt zoals Sjaak.
Je ziet dat ik veel tijd heb, hè, Jacques. Ja, ja. Nee, het gaat eigenlijk verder en het, het is... Verschil is, het verschil is, ik trek de smul en jij hebt hem. Ah, ja. Het gaat trouwens, het zou wel voor u kunnen gaan, Anne. Want ze zingt maar, ach, wat is de liefde fleurig en aan haar vriendje kleurig kwam hij niet recht uit Afrika. En soms heel vlug, ook treurig, gelukkig stonden we voor haar klaar, zegt Sjaak. Zo bloemenfris en geurig, maar helaas ook zo vluchtig, zegt Gertie. En aan haar vriendje kleurig kwam hij niet recht uit Afrika, zegt Walter. Maria en Anne, wat doen we eraan? Jij denkt zo bloemenfris en geurig, ja. Maar helaas ook zo vluchtig, hè Maria? Is daarom. En dat denk jij ook aan, ja. Hè? Vluchtig die liefde, hè? Het kan hard gaan. Maar wat is het, Claudia Kaluwe? Op een dag kreeg Anne een vriendje. Ze vroeg aan ons, wat vind je? Is dat voor jullie geen bezwaar? Maar ach, wat is de liefde fleurig. En aan haar vriendje kleurig kwam hij niet recht uit Afrika. Ja! Ja, dames en heren, en dan wordt er soms al eens verteld dat wij met het Vlaamse lied lachen, maar het Vlaamse lied lacht met zichzelf. Wat betekent het woord ezelenblaas? Ezelenblaas? Ja, Jacques. U heeft er nu één in beeld. Ja. Ja. Zeg, die nieuwe regisseur, je mag starten, hè. Jacques, een ezelenblaas. Die begint vandaag als regisseur, dat begint te laten hangen. Oh, schitterend, zeg. Passagist. Jacques, wat is een ezelenblaas? Was dat dat? Was het Walter? Nee. Wie op een paard zit voor de eerste keer, zal merken dat dit soms met... Zal soms merken dat dit met ongemakken gepaard gaat. Ik zeg niks. Dat wil dus zeggen, men spreekt over de bekende term de zadelpijn. Maar nu hebben dus wetenschappers onderzocht, dus bij de zadelpijn doet dit het zadelpijn. Maar wil dus het gedeelte van het lichaam tussen de twee dikke tenen... Nee, helemaal om. En dus, men zit dus op het paard en het doet pijn. Sinterblaas, kennen wij dat? Het heeft ook dat probleem, Sinterblaas. Dat is het dus. Het is ongemak bij het paardrijden. Gertie. Ezelenblaas, Gertie, vertel het ons. Hij verdient het waarschijnlijk niet, maar de ezel staat in ons taalgebruik bekend als dom. En als je nu iemand tegenkomt die nog dommer is dan een ezel, dan heeft men het over... Geert de Chris Dommers. Een ezelenblaas. Over een ezelenblaas. Iemand Walter? Nog dommer dan een ezel. Je kwam al in beeld. Al. Ja. Waar heb ik die nog gezien? Ja. Bij die documentaire daar juist. Ja. Ezelenblaas is een woord dat havenarbeiders heel veel gebruiken. Wanneer die moeten lossen of laden, dat speelt geen rol, moet dat een beetje georganiseerd gaan. En als het manueel moet gebeuren, dan maakt men dus een rij en dan gaat men op, gaat men af, laat men of lost men. Maar wanneer er nu door omstandigheden iets gebeurt waardoor eigenlijk er een file ontstaat, dan spreekt men van een ezelenblaas. Dus eigenlijk is het in file staan met iets in je handen. Dus okay. Meestal wel met iets in je handen. Oké, okay, dat is goed. Dat moet blijven vasthouden. Okay, ja, wel. Het ongemak bij paardrijden, zei Sjaak. Dommer dan een ezel, zegt Gertie. Wachten met de kist, zegt Walter, Maria en Anne. Een ezelenblaas. Een ezelenblaas, het is een wachten met de kist. Allee. Hoop ik. Je hoopt het, Maria, ja? En dat hoopt Anne ook. Ja. Dus we zullen maar meteen vragen, wat is een ezelenblaas, panel? Wachten met de kist. Allebei goed. Ja. En het is weer dokter Leconte die er zal moeten voor zorgen, die zal moeten uitmaken wie er naar de finale gaat. Dokter, het woord is aan u. Ah! Je bent er al. Ik kom direct hoor. Secondje hoor.
Allee, vooruit. En dan heb ik een vertrappeke. Net hoor. Nog niet weglopen hoor. Ik heb iets moois meegebracht. Beste vrienden, mijn excuses dat ik u eventjes laat wachten. Maar ik was juist met mijn bovenaan toen, vandaar. Het vreemde voorwerp voor vandaag heb... Oh nee, het is niet waar. Ah, ik heb het. Ik dacht dat ik het vergeten was. Kijk ik hier. Het is een vrij dun dingetje. Filterdun. Er zit een openingtje in, een gleufje en een cirkeltje. Heb jij enig idee? Ik weet het ook niet, maar ik ga ondertussen, ik ga het gaan opzoeken, want een boek ligt boven. Zo goed je hoor. En daar gaat hij weer. Maar Jacques, wat is het, dat kleine ding? Voor de bakkers een marsepeinenvormpje. Om marsepein te maken. Om marsepein te pakken. Ja. Marsepein te pakken. Om marsepein te pakken. Certieke ja. Het is een knopenschaar. Dat is tenminste het juiste woord ervoor. Maar dat mag je niet verkeerd begrijpen. Het is niet om knopen van vesten te knippen. Maar om ze te poetsen of om ze te helpen poetsen. Het wordt tegenwoordig niet meer zo vaak gebruikt. Maar dus vroeger had je vaak uniformen of ook andere pakken met koperen knopen op. En om dus te zorgen dat die stof niet vuil werd. Of vroeger, ja. Dat is al nou, hè. Om te zorgen dat hij dus niet vuil werd, die stof eronder, of dat hij beschadigd werd. Dat knoopje ging dus in dat gleufje, ging dus naar dat gaatje toe. En dan konden ze erop wrijven en dan gebeurde er niks. Ah, pas dan kon erop wrijven. Maar de officiële naam is knopenschaar. Maar het heeft niks met knippen te maken. Walter, wat maak jij van dat spulletje daar? Een muziekinstrument maak je daar aan. Je prachtig, kan daar een sigarettenvloedje over doen. En dan heb je eigenlijk een soort kazoo. Je kan daar dan op blazen en dan maakt het een geluid. Een marsepeinvormpje, zegt Jacques. Gertie houdt het op een knopenschaar en Walter zegt een gazoo. Maria en Anne. Maria, ik hou van jou. Een knopenschaar. Ja, denk dat. Je denkt een knopenschaar. En jij denkt ook een knopenschaar aan. Oh, allebei hetzelfde. De spanning is er wel een beetje af, maar we vragen ons toch af wie er gelijk heeft. Verdorie, dat is nu spijtig. Er is hier niemand. Ik had graag dit voorwerpje neer. Ik had het willen een beetje demonstreren, maar ik had eigenlijk iemand gewild die mij daarbij kan helpen. Excuseer, meneer de agent, mag ik eventjes vragen? Een kleine demonstratie voor de drie wijzen. Ja? De toestelletje voor onze kijkers een keer te tonen waarvoor het dient. Ah. Kijk, het is dus voor knopen. Je moest die knoop daarin schuiven, een beetje draaien. Ja. Dan moest je dat gewoon zo... Zo, voilà. En dan poetsen. Oh. En hier knopen schrijven. Voilà, hier blijft voor de middag. Ja, graag gedaan, hoor. Maria, onze winnares van vanavond. En aan de andere zijde, vinden we Anne. Ik zeg het verkeerd, denk ik. Het is Anne die wint, hè? Nee, het is Maria. Nee, Anne, je hebt het begonnen. Aan de andere zijde zit Anne. Jammer, Anne. Ja. Helaas. Maar we nemen afscheid van jou met de drie wijze ster. Ben aan de FNAC geweest. Heel mooi boek. Je zei het toch dat je graag las, hè? Ja, je las graag. Dus ze zijn er hier voor jou. Van Hugo Claus, De Sporen. Heel mooi boek. Van een andere grote dichter, Leonard Norris, hebben we Stukken van Mensen. En van Geert van Istendaal, Arm Brussel. En van mij krijg je drie zoenen. En van de zalen geweldig applaus. Dus het is toch feest. Maria, het envelopje staat klaar. We hebben nog 100.000 frank erbij. Dan kom je aan 118.000. Daar kun je toch alles je best voor doen, hè? Ja, ja. Dat dacht ik ook. Jacques, jouw verhaal. Jaren geleden vroegen ze mij voor een avondje in Gent voor de studenten op het bekende Sint-Pietersplein. En dat was in een tent. En men vroeg me daar om een half uurtje op te treden. Humor. En dan ook nog om een wat? Goed dat je het erbij zegt. Ja, ja. Ja. En daarna... En, excuseer. En daarna om een gesprek te leiden met een minister. Luc van den Bossen was daar. Met De Wilde. En enkele belangrijke mensen. En ik moest dat leiden. En ze zeggen, maar dat is niet moeilijk. Je krijgt je kaartjes en je doet het interview. Enfin, ik treed op voor de studenten. Met een
mag ik het zeggen, een succes. En dan begint dus de gespreksavond die ik zal modereren. Enfin, ik vond dat ik tamelijk toch op dreef was, maar ik heb nogal graag humor bij alles wat ik doe. En dat begon een saai gesprek te worden. En de studenten waren wel aan het luisteren, aan het kijken naar mij. Zo. Enfin, en ik begon zo mijn eigen vragen te stellen. Wat zit ik hier vaak te doen? En ik begon dat zelf vervelend te vinden. En midden in dat gesprek, ik denk na 20 minuten, heb ik gezegd... Jongens, ik stop, want ik vind dat niet plezant. En ik vind het zelf vervelend. En ik ben gestopt. En ik ben vertrokken. Totaal ontgoocheld. Ik vond dat een prullavond voor mij. Wat denk je daar nog van, Maria? Gewoon zo maar, hè? Wat denk je? Is dat waar? Nee, denk ik. Fout. Je denkt dat niet waar is? Nee. Zoals de zaak die straks ook weg hoort. Gertie. Ik ben vorig jaar verhuisd naar een iets wat groter appartement met een groot terras. Enfin, vrij groot terras. In ieder geval groot genoeg, niet met bus, in ieder geval groot genoeg om er flink wat planten en bloemen te kunnen opzetten. En zelfs een paar boompjes. Ik heb zelfs geraniums. Een perenboom. Nee, geraniums niet. Ik heb zelfs een perenboom op mijn terras staan. Kijk eens aan. Nu, ik was op een avond, dus iets nadat ik verhuisd was, bij vrienden op bezoek in Limburg. Een aantal mensen bij elkaar in een huis en goed aan praten en zo. En ik was dus aan het vertellen over mijn nieuwe woonst en over de bloemen en de planten perenboom. En de perenboom onder andere. Wacht, Een beetje verder zat een koppel en die hadden dus blijkbaar ook naar mij geluisterd, maar blijkbaar maar een stukje van het verhaal opgevangen. Want wat bleek nu, een paar weken later toen ik een inhuisfeestje gaf, en die mensen waren ook uitgenodigd, met wat kwamen zij aanrijden vanuit het verre Limburg? Met een kruiwagen, met daarin een schoffel, een hark en een schop, omdat ze dus dachten... verkeerdelijk begrepen hadden dat ik in een huis met een tuin was gaan wonen. En toen ze dus bij mij binnenkwamen, zagen ze natuurlijk wel dat het geschenk niet zo geschikt was. Op eerste verdieping woon je, Gert? Ja. Derde. Dan kun je altijd nog van derde verdieping naar beneden gooien. Ja. Walter. Thanks. Moet je niks zeggen? Ja, je mag een kleine detail, hoor. Dat is belangrijk, toch? Belangrijk. Het is maar 100.000 franken, zeg. Ik denk dat het juist is. Je denkt dat het waar is, Maria? Waarom niet? Walter. Mijn verhaal gaat over de man waar ik nu mee aan het spelen... Samenleven. De man mee aan het spelen bent. Ja. Waar ik nu mee samen een plaat aan het maken ben. Ah, gelukkig. En ook samen mee gaan optreden, de bassist namelijk. Dat is Mark van Pijnbroek. Allee. Die heeft daarvoor bij Soul Sister gezeten. Oh, dat is tot voor een paar maanden. Mm. Maar daarvoor zat hij bij de Kreuners. En ik heb die leren kennen, een jaar of 6 geleden denk ik. Tijdens een optreden van de LSP-band. LSP-band in Ninove, vergeet het nooit, open lucht, buiten. En ik kom daaraan, ja, de groep was al... Meestal buiten in open lucht, hè? Ja. Ik maak het voor u maar eens duidelijk. Ik kom daaraan en ik zie die man staan, die staat er al te spelen. En ik denk, maar ik ken die van ergens. En ik kon het niet direct thuis brengen. Enfin, dat optreden is gedaan, ik begin met hem te praten. Omdat ik vond dat hij een bepaalde manier van basspelen had die bij de Kreuners wel zou kunnen passen. En wij toen op zoek waren naar een bassist. Ja, boom, 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 en... boom, boom, boom. Ja, ja, ja. En ineens valt mij een frang. Ik zeg tegen hem, ik ken u van toen wij 15, 16 jaar waren. En hij bekijkt me zo en zegt, nee, ik ken u echt niet. Ik zeg, ja, toen hebben wij gevreden met twee zusters. En dat waren twee zusjes uit Wommelgem, ik vreed dat nooit. En wij waren toen 15, 16 jaar. En dat bleek dus inderdaad waar te zijn. Maar nu vraag ik aan u of dat wel waar is. Ja. Maria. 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 Je denkt dat het waar is? Bij Walter kun je alles verwachten. Bij Walter kunnen we dat alles verwachten. Alle vrouwen zeggen het, dat is waar. Goed, Walter. Dat van die bassist, hè? We gaan dat maar meteen eens vragen, want ik ben er graag snel vanaf van dat soort zaken. Was dat waar of was dat niet waar? Dat was waar, ja. Uitgebreid. Ja. Of, Jacques, was jouw verhaal waar of niet waar? Het was waar. Oh, 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 Maria. Zal ik jou troosten met het verhaal van Gertie? Ja. Gertie, haar verhaal was namelijk... niet waar. Kijk eens aan. Dus dat is nog niet zo erg, hè? Op die manier ben je getroost, Maria, en op die manier krijg je van ons toch de drie wijze ster. 18.000 frank, dat is uitstekend gespeeld. Die neem je mee naar huis. En wat krijg je nog? Ja. Een geweldig applaus, dames en heren, voor Maria.
Dames en heren, volgende week starten wij weer met 200.000 frank. En met u, onze trouwe kijkers. Dat zal wel. Tot dan.